Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn ruggenmerg is geraakt. Oh, sorry. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, excuseer. Wel, ik had dus enorm veel last van keelontstekingen. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Allee, ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Pardon. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Dat mag... Dat... Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst... Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry. Echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld... ja, seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit, als je met seks omgaat... Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, meneer, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want... Ja, dat zwijg ik liever. Excuseer, dames en heren, excuseer. Excuseer ook de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, jij had een opmerking, Ik heb hetzelfde. Ja. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt bij de stembanden. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan overal dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, als je gedurende een half uur gewoon uitgelacht worden, vlak in het gezicht aan plein publiek. Ja, dames en heren. Excuseer, ik kan het ook niet gebeuren, dit moet me niet aanraken. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten. Die avond kon Valère er zogezegd niet op tijd zijn. Ik werd op staande voet ontslagen en... Boemerang werd afgevoerd.